Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 2 maart en ik sta dus nu in de lift. Hey. En ik ga even boodschappen doen bij de Albert Heijn om bij te halen voor Kiara en mij. Hey, ik loop dus nu buiten in het Amsterdam en het regent. Dus ik ben dus helemaal nat, de Albert Heijn is letterlijk daar. Dus ik ga er even heen lopen en dan even ontbijt scoren, mijn een keer. Hey, de boodschappen zijn in de pocket, nu weer lekker terug naar de hotelkamer. Joehoe! Ik heb me klaargemaakt. Ik heb deze beanie op van de H&M. Dit colletje van Topman. De hoodie van Topman. De broek van de H&M. En schoenen van Nike. Ik ben hier ondertussen koffietijd aan het kijken. Hier ben ik nog heel even aan het editen van de vlog die jullie vorige week hebben gezien. Ondertussen mag ik dit leuke dingetje weer gaan inpakken. We hebben best wel veel snacks hier liggen. Oh, ik zie dat ik hier nog een trui heb liggen. Heel veel mensen denken dat dit trouwens dezelfde kleur is, maar dit is groen en dit is lichtblauw. Dus ik ga dit eventjes opruimen allemaal. Ga ik jullie meenemen nog vandaag. En natuurlijk deze week, want het is niet voor niets een weekvlog. Oké, mijn koffertje is ingepakt. Echt, ik snap het nooit, weet je. Dan heb je kleding mee en whatever en dan krijg je hem helemaal dicht. Koop je wat erbij, klein stukje erbij en dan gaat hij niet meer dicht. Dus dan denk je echt van, waarom ga je niet meer dicht, koffer? En nu is het nog alleen mijn handbagage inpakken. Met mijn laptop en opladers en zo. En Kiara staat nu te douchen en we gaan zo meteen richting de stad. Daar heb ik super veel zin in. En dan gaan we nog eventjes wat eten bij de Drie Graafjes. Even nog naar de Primark. En bij de Bershka schoenen halen die ik gisteren had gezien. En dan gaan we alweer naar huis. Nou, doei kamer. Je was leuk. We gaan nu lekker Amsterdam in, hè Kiara? Amsterdam hier. Woep, 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 woep. Dag 2. Hey guys, dag nummer 2. Hier zo in Amsterdam City. En we gaan nu lekker even een taartje eten bij de Drie Graafjes. Ik voel me echt zo kleurrijk. Ik heb gewoon niks zwart aan, guys. Niks zwart. Nou, verbaas mij dat even. En ja, hoeveel honger heb jij in die taart? Ik ook niet. Ja, ik heb wel wat gek. Maar dat komt omdat wij natuurlijk al best wel vroeg hebben gegeten, zeg maar. We hadden om 8:30 al ontbeten of zo. Oeh, leuk. Dus we gaan nu lekker even naar de Drie Graafjes lopen. En dan daarna zien we wel waar we heen gaan en wat we gaan doen. We hebben in ieder geval wel de koffers daar gelaten. Want anders lopen we de hele tijd te zeulen met die zware tyfushoge koffers. En het is ook echt weer aan het regenen voor live. Dus dat is wel leuk. Kijk even guys hoe leuk Amsterdam eruit ziet. Voor de mensen die nog niet in Amsterdam zijn geweest, ik denk het wel. Dit zijn de grachten. Daar hebben we Kiara. Hè? Lekker lopen. Oh my god jongens, we zitten aan de Red Velvet taart bij de Drie Graafjes. Kiara. Zo leuk. Zo lekker. We hebben trouwens eentje gratis gekregen omdat wij heel lang moesten wachten. En het kwam maar niet en zo. Toen ben ik 3 keer naar beneden gelopen. Dus nu hebben we er eentje gratis gehad. Oh, je skipt me zomaar, vriendin. Ik was groot op deze. Ach, Jezus. Ik heb er wat gekocht bij de Primark. De tasje is echt gewoon doorweekt. Dus ik ga denk ik dit allemaal even dadelijk in mijn tas gooien. Het is in ieder geval een zalmkleurige trui. Ik had nog geen truien, maar in die kleur. Maar ik heb hem lekker in een grote maat gekocht. 3 keer XL.
En daar ga ik gewoon lekker dadelijk in wonen, jongens. Oh my god. En we lopen nu weer terug naar het hotel. En dan gaan we richting huis. Nou jongens, ik had honger. We zitten inmiddels in de trein. Kijk, we hebben deze hele coupeetje voor onszelf. Hier is mijn tas. Hier is die koffer van Kiara. Hier is mijn jas. En hier is mijn koffer hieronder. Ik heb deze trui net gekocht bij de Primark voor 10 euro. Dus echt een hele lekkere trui. In een grote maat. XXXL. Ik ga dit nu lekker eten. En kijk trouwens even hoe cute dit is. Dit kon je kopen bij de Albert Heijn. Dit is een heel leuk flesje van Amsterdam. En er zit ook thee bij die je er dan in moet doen. Superleuk. Dus dat ga ik lekker eten. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 3 maart. En ik loop buiten met Kiaar. En we zijn weer in Delft. Ik heb gisteren helaas niet meer gevlogd. Omdat ik gewoon echt te moe was om nog te vloggen. We zijn gisteren ook best wel vroeg naar bed gegaan. Rond een uurtje of 11 of zo lagen we. We lagen al echt om een uurtje of 8 al in bed. We waren echt zo moe. En ik heb wel goed geslapen, want het bed in het hotel lag tering hard. Het leek net of je de hele tijd... Ik had dan het idee dat ik de hele tijd uit bed kukkelde en zo. We zijn nu onderweg naar de Co-op. Om voor dit hier ontbijt te scoren. En ik heb ook nog een heel lijstje meegekregen van mijn mama om te halen. En het is lekker weer. Hoorde je dat? Die man ging fluiten. Ik ga helemaal stuk. Mijn outfit is ook weer echt on point. Ik heb het colletje aan. Topshop, 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 top, top, top. Dus we gaan lekker boodschappen doen. Boodschappen zijn dus nu in de pocket. Ik ga dus nu met Kiaartje gaan we even lekker snacken bij Shirley's. En Shirley zit daar. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag 5 maart, de dag voordat ik jarig ben. Dan word ik 23, ik voel me echt bejaard. Maar wat ik vandaag ga doen, is ik ga vandaag eigenlijk de laatste dingetjes kopen voor mijn verjaardag. Versieringen, iets leuks voor de Instagram foto die ik vandaag ga maken. Of ja, ik heb er eigenlijk al een gemaakt maandag, maar ik twijfel daar een beetje over. Want ik vind hem nou niet echt bepaald feestelijk of zo. Maar ik ga naar de stad en dan ga ik lunchen met mijn moeder. Nog voor haar verjaardag, want ik had haar een Haagse cadeau gegeven. Dus dat gaan we lekker doen. Dit is mijn outfit. Een colletje, kennen jullie wel, van Topshop. De SpongeBob trui. De Daily Paper broek. En dan doe ik hieronder doe ik mijn fila's. Ik neem jullie mee richting de stad. Let's go, we gaan. En we nemen jullie mee. Ik neem jullie mee, sorry. Geluncht, of nou geluncht, gedineerd of getostied met mijn moeder. En we zijn nu onderweg naar mijn favorite winkel, de H&M natuurlijk, want daar shop ik natuurlijk elke dag bijna. En er is nu markt. Wat? Oh my god. Oké, we zijn weer thuis en dit is de outfit die ik heb gekocht bij de H&M. Deze broek. Met dit bijpassende jasje en dit blouseje. Zo zie je hem dus helemaal zeg maar vol. Ik vind hem echt heel erg leuk. Alleen, ik zit een beetje te denken van, mijn zusje zei van, er kan ook een colletje onder. Ik weet dus niet of dat nou de beste oplossing is. Of ik draag hem gewoon zo eroverheen. Oh, maar zo vind ik eroverheen, jongens, vind ik iets minder leuk. Kijk. Nee, moet je boven dichten. Deze ook, ja. Kijken. Oh nee, zo is het goed. Zo goed. Oh no. Maar voor de rest vind ik het een lekker lookie. Die paspoppen staan altijd zo leuk. En dan zie ik het bij mezelf. En dan denk ik... Vind je het niet leuk? Ik vind die blouse niet zo. Ja, maar ik denk dat het leuker staat met een kooltruitje. Zal ik het met een witte kooltruitje proberen? Doe maar even iets. Oké, ik heb hem nu even datzelfde outfitje met een zwarte kool. Gecombineerd, ik vind hem toch wel wat leuker met een zwart colletje. Dus ik denk dat dit mijn birthday outfit gaat worden. Ik weet alleen nog niet wat voor schoenen ik eronder aan doe. Maar misschien doe ik hem ook wel gewoon dicht. Dat ik gewoon een heel leuk
pak heb of zo. Ja, dat vind ik leuk. Oké, inmiddels is het nu rond 9:15. Ik ben er over ongeveer iets minder dan 2 uurtjes jarig. Dan ben ik 23. Dus ik ben al een beetje in de stemming aan het komen met Anne-Marie birthday. Ik kwam trouwens op een soort van realisatiemoment. Hoe ouder je wordt, hoe minder je gaat geven eigenlijk om je verjaardag. Maar ik vind mijn verjaardag wel echt heel leuk. Zeg maar omdat de hele dag gewoon in het teken staat van jezelf. En ja, eigenlijk mag je dingen doen die je eigenlijk ook op de dagen doet dat je niet jarig bent, gewoon doet. Maar je mag bepalen wat je gaat eten. Er komen gezin, of gezin, familie komt langs en... Je mag lekker dragen wat je wil. Eigenlijk doe ik dat altijd wel. Dus eigenlijk verandert het alleen maar dat er familie komt. Dus daar heb ik wel super veel zin in. Dus ja, ik ga even daarna, of hierna, een vlog kijken van Nienke Plas. Ik ga trouwens mijn red velvet beans dingetjes eten die ik in Amsterdam toen had gekocht. Namelijk deze. Kiara vond ze heel vies, maar ik vind ze wel echt heel lekker. Dus die ga ik lekker eten. En dan ga ik lekker vlogs kijken en dan ja, spreek ik jullie zo. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag en het is vandaag 6 maart. En dat gaat in It's my birthday, whatever, do what I like. Wat ben je nou aan het doen, boef? En wat vandaag de planning is, ik moet vandaag best wel wat doen. Ik ga eerst met mijn zusje naar Den Haag om even te gaan kijken, rond te lopen en zo daar zo. Daarna gaan we moeten naar de Jumbo voor taart en snacks voor vandaag en morgen. En dan vanavond... komt familie. Inmiddels heb ik me klaargemaakt. Het is nu 1 uur. De plannen zijn een beetje gewijzigd. Want we zouden naar Den Haag gaan. Maar ik dacht bij mezelf, ja, wat heb ik eigenlijk daar te zoeken eigenlijk. Ik moest schoenen hebben, maar toen heb ik online gekeken. Die schoenen die ik wilde. En die hadden ze daar ook niet op voorraad. Dus die moet ik bestellen. Dus we gaan zo meteen naar de stad. We gaan eventjes een croque-monsieur eten, denk ik, bij de HEMA. En daarna boodschappen doen bij de Jumbo. Want ik krijg natuurlijk 20% korting omdat ik jarig ben. En dan krijg je 20% korting op de taart. Ik ga denk ik bij de H&M nog even langs. Want ik ga dat blouseje wat ik gisteren heb gekocht terugbrengen. Omdat het toch niet helemaal leuk staat bij de outfit. En ik vind het dan wel zonde om het dan te houden. Puur om het feit dat ik denk, oh, ik wil hem toch houden. En dat pak, dat ligt... hier. Dat ga ik wel houden. En dan doe ik er gewoon lekker een zwart kolletje onder. Maar ik neem jullie mee. Morning. Het is vandaag zaterdag. 7 maart. En ik sta in de keuken met mijn lekkere ijskoffie. En hij is nog steeds niet goed zien. Moest dit nou midden in mijn gezicht? En vandaag is het een leuke dag, want ik ga werken, ja, sorry, met dit hier. Hij heeft net een tosti van. Hallo, hier. Hij kan geen tosti's vasthouden. Hij heeft ze één laten vallen. Hé, doe het normaal. Hé, hey, vriendin, doe normaal. Niet op mijn gezicht. Ach, ben je zo luid. Maar de luidspreking ingeslipt of zo. Ja. Maar het wordt super gezellig, want ik werk vandaag tot 5. En daarna heb ik mijn feestje. Voor vrienden en zo. En voor de mensen die het wilden weten. Dit is mijn outfit. Dit is van Topshop. Dit is van Merkloos. Werk, blouse, broek. Dit is van H&M. Schoentjes, Fila. Dit is van Happy Tosti huismerk. En ja. Joe. En zoals je kan zien ben ik er thuis. Ik heb me omgekleed. Het is nu 6:30. Nou, hoe laat is het eigenlijk? Volgens mij... is het, even kijken, 6:45 alweer. Dus mijn outfit, dit dingetje van Collusion bij ASOS. En het hele leuke pak. Vet leuk. En dan met deze schoenen eronder. Dus ik ben wel echt heel blij met mijn party outfit. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee in het feestje. Let's go, we gaan beginnen.
Het is lang geleden. Maar het komische momentje met Stan is weer terug. Ja. Jullie hebben er lang op gewacht. Ik weet het. Maar het komische momentje met Stan is weer terug. Waar we het over, het allereerst over gaan hebben is Nibbits. Hoe zijn ze nou daadwerkelijk hier gekomen? Nou, eigenlijk gewoon door mais. Het bestaat allemaal uit mais. Als je gewoon op de achtergrond kijkt, is gewoon mais. Smaak? Lekker man, lekker. Ik heb hier Nibbits van die cirkeltjes. Die kan je om je vinger doen, weet je wel, net als vroeger. Lekker man. Goeie smaak, lekker. Ik geef dit een 10 uit... 300. Nee, dat zou laag zijn. Een 10 uit 10. Dat is gewoon maximaal. Een minuutje is alweer bijna voorbij. Nog 7 seconden. Dus ik zeg later de ballen. En nog een fijne avond verder. Joejoe.